KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Goedemiddag mensen thuis en welkom bij de tweede speelronde van het Xbox seizoen van de E-divisie. Met natuurlijk Willem II, een van de meest besproken mannen van het vorige seizoen. Met Infomaris op de rest voor, of rest buiten. Wat toch opvallend is, een mooie speler, 5-star skill moves. En dat is het team van de Willem II tegen natuurlijk Nick Den Hamer. Een van de nieuwkomers bij FC Groningen, een groot talent. En een fantastisch team met een Pogba in vorm. Terwijl we hier al iemand horen praten, denk ik. Dat is Koen Meijland. Ja, dat gebeurt niet fijn, maar ik was echt even onder de indruk van deze ploeg. Twee jongens met bril. Daar wil ik daar niks meer zeggen. Maar dat en allebei met een headset op hun hoofd. Met focus te maken hebben. Of misschien scherpte. Letterlijk en figuurlijk. Maar we zien Nick. Jij kent Nick een beetje, of niet? Ik ken Nick vrijwel niet. Oké. Okay. Nee, nou, ik heb hem wel eens gesproken. Door. Willem II, gesproken, maar dat is geen bekende jongen. Ik heb van Absalon gehoord dat hij echt een heel groot talent is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, hij haalt hoge scores in de Weekend League op de Xbox. Dat is heel knap. Zo, en natuurlijk die Pogba in vorm uit zijn mondvlies, dat is wel lekker zeg. Natuurlijk die Daniel die we veel besproken hebben vorig seizoen. Natuurlijk het incident tegen ADO Den Haag. Daar hebben we al heel veel woorden over vuil gemaakt. Dus gaan we ook niet veel meer doen. Maar toch ook een jongen die als hij zijn kopje ernaar zet ook aardig kan voetballen. Of aardig kan FIFA spelen. Absoluut. Om het zo te zeggen. Maar hier is Groningen met een hele grote kans. En dan is het de redding bij Willem II. Ja, ik ben benieuwd wat hier gaande is. Natuurlijk Daniel dus een heel wisselvallende speler. En Nick, die we nog dus niet heel goed kennen. Nee. Dat is, zorgt voor... Nee, Nick die begon met een nederlaag tegen Frank van der Slot. Nu is Frank van der Slot wel iemand waar we... Die heeft zich echt goed ontwikkeld. Die is echt goed ontwikkeld. Ja, Frank. Absoluut. Frankie. Absoluut, daar verwachten we wat van. Dus we weten nog niet heel veel hoeveel zo'n nederlaag tegen Frank dan waard is. Wat dat eigenlijk wil zeggen voor deze soort wedstrijd. Jemig de Peumig. Wauw! Het is een dragback king, zo lijkt het. Wauw. Oh, en als je dat één iemand gek ervan krijgt, dan is het Daniel wel, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Het was een uitstekende actie, zeg. Zo. Nick Den Hamer. Ik weet niet of ze in Tilburg ook bossen hebben, maar... met een paar spelers het bos hier gegaan. Ja, Daniel is er nu in beland, inderdaad. Ja, toch, Daniel die wel weer meteen een aanval zoekt. Ja, wat moet je anders, hè? Ja, ik ben benieuwd. Ik weet toevallig dat Daniel niet heel veel contact heeft met de club. Willem II, dus. En ik ben dus benieuwd of hoe hij op zijn vingers is getikt. Of hij überhaupt op zijn vingers is getikt na dat incident. Ja, volgens mij hebben ze gewoon een stevig gesprek gehad. Maar Willem II heeft verder gezegd geen... Daar is wel heel veel commentaar op gekomen. Daadwerkelijke actie te ondernemen. Natuurlijk op alle sites en alle Facebookpagina's veel besproken. En ook onbegrip bij mensen die niet snapten dat deze jongen... Oh, wat een fout van Nick Den Hamer. Dit is dan ook wel weer... Nog bij de club zit. Maar ja, als ik persoonlijk mag spreken... Als ik Daniel onderling spreek, dan is het gewoon een hele aardige jongen. Alleen lijkt net of in die wedstrijd dat hij als iets knapt op een of andere manier. En dat is gewoon niet... Hij is gewoon licht ontvlambaar, denk ik. Ja. Hij is snel gefrustreerd. En dat is iets wat heel veel jongens wel kennen. Dus ik ben echt benieuwd. Je zult toch moeten proberen je rust te bewaren. Al helemaal omdat je die voorbeeldfunctie hebt. En ja, hij moet ook beseffen, er staan heel veel jongens te trappelen om het eventueel van hem over te nemen. Half Tilburg zal die functie willen hebben. Dus je kunt je gewoon niet zo gedragen, want dat hoort niet in. Nee. Dus de grootste challenge dit seizoen voor Daniel is om het kopje erbij te houden. Ja, misschien wel. Misschien wel. Een beetje aan imago repair doen. Image repair. Imago herstel. Oké. En nu haalt hij Mighty even Roberto Carlos onderuit. Met dat we dat zeiden. Ja, ja. Heerlijk. Nee, ja. Dat mag natuurlijk gewoon, maar als hij maar niet uit de hand loopt. Nee. Maar ja, ook dat is aan hemzelf, nogmaals, maar... Overigens, Nick Den Hamer, een flink beter team dan Daniel. Ja, ja. Maar ja, als je Pogba in je mond niet schrijft, dan zal het toch wel betekenen dat je of heel veel geluk hebt gehad, of aardig wat maandelijks in vorm te pakken hebt gehad. Dus... Dat, en ik gok dat dat een van de laatste... Ja, je hebt natuurlijk alsnog geluk, maar ik gok dat toch het laatste geval aan de orde is. Zeker. Oh, is. Hier is actietje. En Mbappé! Zo! Daar komt Willem II wel goed weg. Geweldig, fantastische voorzet, aanval, zeg. Dus aanvallend, Absi zei dat een aanvallend hele sterke speler was. Ja, dat is ook op zich wel wat we zien eigenlijk. En eens kijken hoeveel mannen voor de bal staan, joh. Lekker skills erin. Lekker, zeg. Nicky. Ik ben nu al een beetje stiekem een beetje fan van. Ja, hè? Ja. Het is nogal een verschijning. Ja, een leuk spel. Met een baardje, lange haren, een brilletje, headsetje. Mis met een baardje op zijn tijd. Ja. Misschien moet hij bij jou in het team komen. Maris heeft hier op 10 staan. Dan gaat het toch misschien wat veranderen qua opstelling. Ja, gaat buitenspelers komen weer terug. Snelle jongens voorin.
Mahrez gaat plaatsmaken. Misschien Andy Carroll. Okay. De Fubmus editie. Terwijl hij toch ook Mbappé nog op de bank heeft zitten. Dit is de Fubmus editie van Carroll. Heel dat ik denk nu, ja, dat is logisch dat hij een voorzetter gaat spelen met een linksboot op links en een rechtsboot op rechts. Dat is wel echt heel bijzonder. Ja, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Andy Carroll, wauw. Heel bijzonder. En... Tenminste, ik neem aan dat dit de Fubmus editie is. Dat mag je verwachten, absoluut. 82 rated stond er. En zijn normale versie is geen 82 rated. Dat is, moet die Fubmus editie zijn. Hier is Pogba. Ronaldo namens Nick Den Hamer, half uurtje gespeeld. Stand 1-0 en Nick heeft de wedstrijd behoorlijk onder controle. Ja, Vieira. Ronaldo. Houdt de bal in de ploeg. Mbappé hield de huwflik. En gelet! Oh. Schitterend hoor. Dit is gewoon echt goed voetbal. Nick deze paas zeg. Goeiedag. Ja, die past precies hè. Man, man, man. En deze ook gewoon blind poeieren hè. Ruudje Gullit. Zo. Ik kan inmiddels overigens bevestigen dat het inderdaad die fitness-editie is van Andy Carroll. Dat was ook wel heel apart geweest als je de normale Andy Carroll erin gooit. Maar ja, die zal toch wel wat voorzetjes moeten krijgen nu. Want het is 2-0 en Nick Den Hamer lijkt niet echt voornemens het rustiger aan te gaan doen. Die is aanvallend echt sterk hoor. Dan kan je dat natuurlijk heel makkelijk zeggen als het nu 2 doelpunten voor staat. Maar, en dit is het enige wat ik nog van hem heb gezien tot nu toe. Maar dit is toch niet mis. Als je met name die eerste goal bekijkt, dat zijn geen misselijke goals. Zo. Alexandro, Pogba, hakje hier. Paasje daar, tik-tak daar. Spelen maar door, Mbappé. Buitenspel lijkt dat. Ja, het spel gaat door. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Gaat hij? Salah. Dit is een vallende situatie. Misschien dacht hij aan een vrije trap, maar die komt er denk ik niet. Alexander. Namens Groningen dat de wedstrijd dus stevig in handen heeft. 2-0 voorsprong en enorm veldoverwicht. Inderdaad, dus, het lijkt misschien voorbarig om te zeggen, maar het ziet er nu niet echt naar uit dat Groningen hier punten gaat spelen. Nee, absoluut niet. Mbappé, Nainggolan, zoekt naar de Gullit. De tank uit België. De sloopkogel. Wie is jouw voorkeur? Nainggolan of Pogba? Pogba 100%. Ook in de game? Ja, die is killer, hè? Pogba, jongen. Ik heb Pogba meteen vanaf het begin van FIFA gekocht. Hij staat er nog steeds in. Dus. Pogba is voor mij echt een... Dat is voor mij een ook. Dat is gewoon niemand anders dan Pogba staat bij mij op 10. Ja. Ik zou zelf nog moeilijk hebben als ik Ronaldinho zou halen om hem op van 10 weg te halen. Dat klinkt heel gek en dat is het ook. Maar ik ben gewoon fan van Pogba. Ja. Het is gewoon een tank. Maar ja, Nainggolan zie ik meer als verdedigende middenvelder en Pogba meer als aanvallende middenvelder. Nou, heeft Nainggolan ook een uitstekend schot, maar... Ja. Ik zou toch liever hem... Het is minder creatieve zien. Speler. Ja. Ja. Meer slopen. Een beetje Nigel de Jong in zijn Ajax-tijd. En daarmee bedoel ik dat Nigel de Jong toen ook wat aanvallender ingesteld was. Ja, hij begon als buitenspeler, toch? Buitenspeler? Weet ik niet hoeveel ik daar heb gespeeld. Maar in elk geval... Heeft hij ook nog gespeeld? Het was in elk geval echt een multi-inzetbare middenvelder. Ja, het was niet alles per se kunnen. Dat hij alleen maar vlak voor de verdediging stond, inderdaad. Hetzelfde meer inderdaad met Nainggolan. Dat is echt een alles kunnen. Die houdt op alles een 8, maar zal nooit echt een 10 inhouden. Zo zie ik het dan, hè. Dat is gewoon mijn mening. Die deel ik gewoon op. Ja, precies. Daar zitten we hier over voor, dus. Ja. Dat is ook helemaal goed. Ja, wat dat betreft heb je altijd weer een kwartiertje hier om eventjes je hart te luchten. Ja, precies, en, precies. Je uitspraken te en doen. En dan uiteindelijk gewoon weer comments te krijgen en weer afgezeikt worden. Dat is toch prima ook? Afgezeken. Afgezeken, ja, kijk. Sorry, ik wil niet zeiken, maar het is wel 3-0. Ja. Nick Den Hamer, goed uitgespeeld weer direct vanaf de aftrap. En dit is dan nog weer een paasje met het overzicht. Ja, sommige mensen zullen daar ook op gaan haten. Van sweaty afleggen, dat hoort niet. Hoort wel. We spelen hier gewoon e-sports. Het is gewoon een serieuze competitie. Moet je gewoon doen. Klaar. Hoort wel. Ik vind Koentje van wel, maar ik zit hier ook om een mening te geven. Dus, ja, precies. Om gewoon even een kwartier weer... Ja, precies. Ik vind dat... afgezekerd. Je goed recht. Afgezeikt, gezeken. Maakt het allemaal uit. Ja. Nee, het is gewoon een goed uitgespeelde goal. Het is ook een teken dat Nick het wel serieus neemt. Precies. Dat deed hij ook wel, maar... Dit zijn... dit is een hele lekkere McGee-spin. Oh, gelid. Beel. Berbatov. Wat voor Daniel Kuipers hier hard gedold. Ja, en ik weet het zelf ook. Oh, dit is echt heel ziek hoor. Dit is een top 5 goal dit. McGee die spin, een Berbatov spin en dan... Oh, joi.
Bert. Ja, mijn complimenten. Ik heb natuurlijk dolle met zolle, maar dit is... Ja, misschien moet je even een man naar het Hoge Noorden uitnodigen daar. Skill beloningen met Groningen, zit er meer. Ik weet niet, maar... Matuidi met zijn linker... Oh, nee, niet. Die legt hem af. Salah. En die dan Carroll met rechts. Oh. Oké. Okay. Dat zou wel leuk zijn geweest, hè, als Carroll hem even had geprikt. Ja. Andy Carroll, Christmas Carroll. Nou, daar komt hij. Andy Carroll is in de spits, of... Hè? En die spits dan? En die... Ja, ik stel Andy Carroll. Met de kopbal. Redding van Andy De Gea. Rookt hij dat ook? Oké, dat maakt niet uit. De Gea. En die Carroll dan? Ja. Oké. Okay. Okay. Bill. Groningen. Namens Groningen. Groningen. Zie je ook sterk in de duels of zo, hè? Ja, Nick is zo goed, hoor. Weinig onnodig boven. Kom maar positief op. Pogba. Paul. Paul Pogba. Walker. Kante. Strakke paas, jawel, naar Carroll. Dan moet je hem kort bij je houden. Ja. En dat lukt. Met links uithalen nu of op links nog Salah bereiken. Dat lukt eigenlijk allebei niet echt. Ik heb hem wel bal vast, wou ik zeggen. Maar dan telt hij hem over de achterlijn. Moet wel eerlijk toegeven, ondanks dat hij 4-0 auto staat, hij blijft voor Daniel begrippen rustig. Hij blijft heel rustig. Ik denk dat hij het stevig in zijn oren heeft geknoopt. Hij had nu ook zijn kopje weer kunnen laten hangen en weer gek doen. Maar dat doet hij vast nog niet. Hij houdt zich heel knap in. Dat is dan ook wel weer... Ja, het is gewoon zoals het hoort, maar voor zijn begrip is dat dan wel inderdaad... Ja, we weten hoeveel moeite hem dat kost. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld... Ik denk dat hij nu van binnen ook denkt van, ik moet me liefst onderuit schoffelen. Maar precies, maar wat toch doet hier, hij het niet. Wat zit ik hier weer te doen? Ja. Hier is Carroll. Martial. Martial. Ah, voor Nick Den Hamer is het natuurlijk een heel welkome overwinning. Heel welkome, ruime overwinning. Aan die nederlaag dus van 3-2 vorige week tegen Frank van der Slot. Geeft ook wel aan hoe Frank bezig is, hè? Dat geeft ook wel iets aan. Ja, of misschien met de spanning die zo'n competitie met zich meebrengt. Dat Nick vorige week toch met wat spanning in zijn lijf zat. Ja. En hier nu toch door die vroege openingstreffer ook van Nainggolan. Lekker wat ontspannender zit. Volgens mij heeft hij mij dat ook aangegeven vorige week. Dat hij toch inderdaad met die even moest wennen aan de setting. Ja, dat moet de kijker ook niet onderschatten. En terwijl Sparta vorig jaar, dat was natuurlijk Frank. En dan praten we niet over het PlayStation seizoen. Maar echt het vorige seizoen. Vorig jaar. 2016. Daar was Frank natuurlijk ook al aanwezig. Dus weer McGee die spin, een fake shot. Een voorzetje. De goal 5-0. Goeiedag zeg. Pogba. Nick Den Hamer die deelt aardige klap uit met zijn hamer. Ha! Maar het is hier 5-0 in ieder geval. Wat een mokerslag. Ja, wat een mokerslag van Nick Den Hamer. Dat slaat de spijker op zijn kop, die 5-0. Ja. En dan wat was al wel gedaan. Maar... Het schijnt dat Absi daar ook heel erg op heeft gehamerd. Hè? Op het doordrukken bij goede wedstrijden. Oh, oké, ik zat... Ja, nee, maar niet uit. All right. Bill. Gerrit Bill. Stiftje? Nee. Nee, wordt het 6-0? Is het zo'n dag? Er is echt geen genade over Nicky. Nee. Die wil echt iedereen kapot maken. Sommige mensen die gaan iets nonchalant spelen, maar dat is hier zeker niet het geval. Ja, we weten nu ook waarom Absalom inderdaad vol vertrouwen en vol lovende woorden over Nick Den Hamer heeft gesproken. Man. Deze man, die kan spelen. Die skillt voor de grap gewoon. Deze man kan spelen. dit is wel weer de houding van Daniel Kuipers die we kennen. Ja, precies. Maar toch, dat wou ik dus zeggen. Je ziet aan Daniel dat hij het liefst alles kort en klein moet maken. Ja, maar ik snap dat. Ik snap dat. Tuurlijk. Iedereen kent dat gevoel. Dit is ook niet leuk om zo aan publiek afgemaakt te worden. Ja, maar toch wel... respect wil ik niet zeggen, want je hoort het gewoon sowieso te doen. Maar toch, voor zijn begrippen. Als je hem een beetje kent. Nou, hier dan misschien. Nee. Nee, het is niet Daniel's dag. Meerdere mensen weten wel dat hij wel gewoon aardig kan spelen. Maar vandaag zit dat even niet in. En dat heeft ook te maken met Nick natuurlijk. Die prima aan het spelen is. Uitstekend aan het spelen is zelfs. Die maakt goals voor de grap gewoon. Ja. Dat vind ik toch een leuke toevoeging aan dit Xbox seizoen. Ja, absoluut. Is iemand waar we nog heel erg op gaan letten. Ja. Onthoud die naam Nick Den Hamer. Want je mag toch wel ervan uitgaan dat hij zeker in het linkerrijtje gaat eindigen het seizoen. Als je deze wedstrijd zo ziet. Wie weet waar dat kan eindigen voor hem. Zei je nou zo net trouwens dat Absalom erop hamert? Dat hij... Ja, dat heb je... Oké, dan valt hij nu pas... Wel, je keek me al zo aan. Ik dacht dat je het al wel begreep, maar... Nee, ja, ik... Hè? Jij zei dat hij door moet drukken, zeg maar. Ik dacht dan misschien iets met spijkers of iets. Maar ik had het...
Op hameren had ik er even niet op gelet. Heel goed. Goed, nog 4 minuten. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Laten we daar Kijk, houden. Dat vind ik eindelijk is een heel fijne, eerlijke antwoord. Juist, precies. Oké, okay, Pogba dan. Nou, Willem II, kom op. Even het doelpuntje, man. Carol, ik vind het wel. Vrije trap, lijkt mij. Nou, kom op. Voor de tricolores. Een keer voelt de trekker over aan de Pogba. Wat afleggen. Carol met... Carol, oh. Wat is dit dan? Carol die schiet hem letterlijk in de tweede ring. Daniel kan hier wel om lachen. Tweede ring. Maar... Nou, als een boer met kiespijn. Denk iemand op de tribune niet, want die heeft nou een bal tegen zijn hoofd aangekregen. Een virtuele persoon krijgt een virtuele bal tegen zijn virtuele hoofd. Hier is Pogba. Met geel op zak. Verliest het duel. Laatste minuten. Goed. Conclusie. Daniel verliest dus deze wedstrijd in de tweede speelronde. Nadat hij vorige week natuurlijk al verloor van Dani. Goed, dat mag geen verrassing heten. Dat dit zo'n grote uitslag is geworden. Ja, dat is toch wel een verrassing. Wordt het nog 6-0? Daniel, jongen. Ook is het een strafschop? Het is ook rood, denk ik. Ja. Toch een rood kaartje voor Daniel Kuipers. En net erbuiten. Vrije trap dus. Nog even voor Groningen. Groningen dat dus met Nick den Hamer nu op 3 punten komt. De eerste 3 punten. Lekker voor Nick is dat. Gaat hij hem al nemen of wat is zijn bedoeling? Ah, jawel. Ik denk dat hij even wacht wat Daniel Kuipers allemaal gaat doen met zijn muur. Komt misschien nog een overstapje. Volgens mij stapt er ook iemand te vroeg uit bij Daniel. En dan wordt het... dus dat is nog wel weer goed gedaan hoor. Schop met links gepakt. Komt er nog 1 kans aan. Nee. Willem II ruimt op. Nick geeft geen kick. Zie je hier. 5-0. En Groningen doet zeer goede zaken. Maakt zich op voor een plek in het linkerrijkje. De bril gaat af. Fantastische goal. En dan wordt het een heel ongemakkelijke situatie. Ja, Daniel geeft ook geen handje, geloof ik. Nee. Hoe dan nou ook. 5-0. Voor Groningen. Ik sta hier met Daniel van Willem II. Een grote, pijnlijke nederlaag tegen de man uit het Hoge Noorden. En toch weer een rood kaartje verzameld. Ja, klopt. Dat klopt. 5-0 toch. Op een gegeven moment was je al een beetje klaar mee, hè? Ja, maar dat ben ik deze hele dag al. Ja? Ja. Ja, want het gaat misschien nog niet zoals je hoopt dat het gaat. Heb je nog... Ja, wat is jouw doel eigenlijk voor deze seizoenshelft? 17. Als ik maar geen 18 word. Nou, dat is een duidelijke doelstelling. Succes in ieder geval dan met je 17e plek. Dankjewel. Ja, we staan hier met Nick, de e-sporter van FC Groningen. Vorige week een nederlaag die je niet aan zag komen misschien. Je had er nog wel vertrouwen in en dat laat je nu eigenlijk ook meteen zien. Yes, mooie overwinning. 5-0. 5-0, 4 verschillende doelpuntenmakers. En op het eind een rode kaart van Willem II. Die was er denk ik even helemaal klaar mee, of niet? Volgens mij wel, ja. Liep ook een beetje rond te sliden en dat soort dingen. Dus het werd ook wat minder serieus allemaal. Is dit het niveau wat je ook nastreeft? Of denk je dat je nog beter kan zelfs? Dit leek wel meer op mijn eigen spel, ja. Maar het kan nog zeker beter. Nou ja, succes ermee, denk ik. Dankjewel. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.